Hey mensen, en super cool dat je kijkt naar deze toffe video op mijn kanaal van It's Me Ronnie 2.0. En vandaag heb ik weer iets heel anders voor jullie. Het zijn geen Pokémon kaarten, geen speelgoedachtig iets. Nee, het is een keer heel wat anders. En ja, voordat ik laat zien wat ik heb hier ook, wil ik jullie vragen om zeker eventjes op die like button te drukken. Dat zou ik heel erg waarderen. En natuurlijk, als je nieuw bent, eventjes op die abonneerknop hieronder drukken. En ja, laten we ook lekker gaan beginnen met deze video. Want ik heb namelijk iets superleuks. En dat is een boekje. En jullie zullen denken, oké, een boekje. Ja. Het is een boekje, een leuk boekje. Pokémon Adventures. Aarsus, een Pokémon avonturenboekje. Het is deel 1. Er zijn nog veel meer delen. En ik laat zo meteen nog meer zien van dit boekje. In ieder geval, ik heb het in ieder geval bij Whoops Comics en Manga winkeltje vandaan. Zoals jullie kunnen zien, heb ik het uit Utrecht vandaan. En ja, dat winkeltje zelf zit op de Springweg nummer 1 in Utrecht. Nou, ik heb hier een beetje de informatie van de winkel. Nou, je kan sowieso even naar de webshop gaan. Of naar de, ja, stuur ze eventjes een e-mailtje als je interesse hebt. Of als je vragen hebt naar ze. Check hun Facebookpagina, die staat er ook op zo te zien. En hun Twitter. Hartstikke leuk. Check het zeker eventjes. Super cool. Laten we ook lekker doorgaan met het boekje. Want jullie willen natuurlijk weten wat er nog meer in dit boekje zit. Nou, dit boekje is gewoon een soort strip. Hoe zeg je dat? Een hartstikke leuke boekjes, om het even zo te zeggen. De boekjes beginnen niet vanaf de linkerkant, dus heel apart. Kijk, ik zal het hier laten zien. This book reads from right to left. Dus je leest van rechts naar links. Heel apart. Dus ja, het is natuurlijk wat nieuws als je het niet gewend bent. Ik laat een paar foto's zien en een paar plaatjes zien van het boekje. Daar begint het dus. Hier heb je de inhoudopgave en oh nee, dit zijn trouwens alle andere boeken trouwens. Ik zie dat er ongeveer 14 boeken bestaan, klopt dat? Ja, voor mij bestaan er 14 delen, zo te zien. En ja, gewoon cool. Of zijn het wel hoofdstukken, weet ik niet. Ik kan het even nakijken. Volgens mij zijn het gewoon hetzelfde. Voor mij zijn er 14 delen uit mijn hoofd. Even kijken hoor. Nummer 5 van een boekje. Dan kunnen we even kijken. 7, 6. Oké, dat was dus het. Wanneer begint het volgende hoofdstuk dan? Dat begint op nummer 19. Nou, dan gaan we even naar 19 toe. Naar 19, bladzijde 19. En dat is geworden. Oh ja, nee, het zijn dus hoofdstukken van een boek, zo te zien. Er zijn dus 15 hoofdstukken in één boekje. Hartstikke leuk. Nou, ik zal er even snel een beetje doorheen bladeren. Zoals jullie kunnen zien, zitten er echt al. Het zijn echt leuke boekjes om door te lezen. De boekjes zijn trouwens wel in het Engels. Dus je moet wel Engels kunnen als je dit boekje wil lezen. Kijk maar, ik kan het laten zien. Alles is in het Engels geschreven. Maar ik vind de boekjes hartstikke leuk. En super gaaf. Heb je dus vragen over het boekje? Ik heb ze hier vandaan, zoals ik net al liet zien. Van Whoops Comics en Manga. En daar heb ik dit boekje vandaan. En tja, dit was eigenlijk de video alweer. Het is een beetje een korte video van vandaag. En ja, ik kan er eigenlijk weinig aan doen. Ik weet ook verder niet wat ik hier eigenlijk mee moet doen. Ik wil het gewoon even laten zien aan jullie. Het lijkt me ook super cool. En ja, als jullie het natuurlijk ook super gaaf vinden. Laat in ieder geval even een reactie achter wat jullie hiervan vinden. Laat me even weten wat jullie hier zouden willen zien uit het boekje. Zet maar in de reacties neer wat jullie graag zouden willen zien. Wat ik moet gaan doen met dit boekje. Misschien kan ik het een giveaway doen hiervoor. Met die grote giveaway erbij. Nou, die grote giveaway die komt natuurlijk bij de 50 abonnees. Ik heb er nu op dit moment 40 uit mijn hoofd. Dus ja, flink abonneren natuurlijk. Want dan ga ik natuurlijk mijn grote giveaway doen. En er komt natuurlijk waarschijnlijk nog een special video aan. Dus ik ga misschien twee dingetjes in één. Ja, special iets doen. Nou, in ieder geval, ik ga jullie verlaten. Ik ga verder mijn reis verder vervolgen. Ik ga dit boekje zeker gebruiken en lezen. Lijkt me hartstikke leuk. En ja,
Ik ga eigenlijk nu jullie verlaten en ik ga verder mijn reis verder vervolgen. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker eventjes hieronder. En druk eventjes de like omhoog. Dat zal ik heel erg waarderen. Nou, ik ga verder mijn reis verder vervolgen. En zoals ik altijd zeg is adios.